Monique Kalkman was 14 jaar toen een dwarslesie haar leven veranderde. O jee, geen medaille. O jee, niet meer op de tennisbaan, niet meer op het hockeyveld. Toch liet ze zich niet beperken. Ik denk dat ik op dat moment geleerd heb dat het glas altijd half vol is. Als je dat zelf half vol ziet en half vol maakt. De kracht van een positieve geest. Vanavond in de NTR Academie.